Kijkers, goedenavond. Dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, webinar over grondrechten. Minister Amadine oriënteert zich in het westen van ons land. DC Gobadan doet overhandiging aan collega Lewis. DC Lewis gaat in op situatiebestuursresort Kabalibo. En samen zijn wij sterk in de strijd tegen COVID-19. Op 14 juni en woensdag 15 juni 2021 werd er een tweedaagse webinar gehouden. Tijdens de start van deze meeting ging onder andere president Chandrika Prasad Santokhi in op het vraagstuk rond de grondrechten. Aan deze sessie hebben ook minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport, directeur Minu Parahu van het Amazone Conservation Team, voorzitter Patricia Meulenhof van de Presidentiële Commissie Grondrechten geparticipeerd. Het toekennen van grondrechten aan deze inheemse en Maron-gemeenschappen is reeds jaren een actueel onderwerp. Om te komen tot een effectieve uitvoering van de grondrechten in Suriname is vanuit het kabinet van de president specifieke aandacht geschonken aan dit vraagstuk. In september 2020 is er een presidentiële commissie ingesteld die zich moet buigen over grondconversie en herziening grondbeleid. Deze commissie bestaat uit regeringsvertegenwoordigers, notarissen, taxateurs en advocaten om bij te dragen aan het formuleren van wetgevingsproducten ter regulering van het grondbeleid. Deze commissie staat onder leiding van meester Ananda Veldman. Vanwege de plek die de rechten van tribale en in stamverband levende volken hebben voor dit kabinet, is ook een presidentiële commissie grondrechten ingesteld, die aangevoerd wordt door mevrouw Patricia Meulenhof. Deze commissie is vanaf november 2020 actief met als taakstelling voorstellen te doen aan de regering ter oplossing van het grondrechtenvraagstuk. Het vervolgtraject bestaat uit het indienen van de conceptwetten aan de Staatsraad en de Nationale Assemblée voor verdere behandeling. De regering blijft de primair verantwoordelijke voor de bescherming van de grondrechten van de inheemse volkeren en Marons, aldus president Santokhi. Er is besloten dat er op het kabinet van de president een grondrechtenbureau wordt opgezet voor de centrale aansturing van het grondrechtenbeleid. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadan, heeft zich ook georiënteerd in het westen van ons land. Dit naar aanleiding van het feit dat bewoners getroffen zijn door wateroverlast. Minister Ramadan ondersteunt de activiteiten richting de burgers om de nood enigszins te verzachten. De minister had ook alle aandacht voor de COVID-situatie ter plekke. We spraken de bewindsman over ontwikkelingen in dit district, Nikeri en omliggende gebieden. We zijn hier vandaag op Wageningen in verband met een project vanuit de regering om de in nood getroffen gebieden te ondersteunen met het minimale aan basisvoorzieningen. Er zijn voedselpakketten samengesteld vanuit de overheid, bestaande uit rijst en andere basisvoorzieningen. En ik ben vandaag hier ook om mijn bijdrage te leveren persoonlijk, om in het gebied te oriënteren. Gelukkig zien we dat het grootste van het water is teruggetrokken. Dat stemt goed, maar de bedoeling is dat wij de samenleving natuurlijk moeten gaan ondersteunen. Het moet naar mijn mening niet een persoonlijke en een eenmalige actie blijven. Ik denk dat er een goede structurele oplossing gevonden moet worden voor dit probleem. En ook te gaan kijken in de toekomst hoe we deze problemen snel kunnen opvangen. Ik voel me in ieder geval heel blij. Ik ben heel blij om vandaag ook hier aanwezig te mogen zijn
om de samenleving bij deze te ondersteunen. We hebben ook hier meegenomen wat mondkapjes, omdat los van water ook COVID nog steeds een crisis speelt, ook in het westen. Nigeria, Wageningen is daar ook niet van bespaard gebleven. Maar nogmaals, de mensen moeten zich proberen zoveel mogelijk te houden aan de Mohana-maatregelen en de algemene maatregelen die zijn afgekondigd vanwege de overheid. Dus we hopen dat we hiermee een signaal sturen aan de samenleving, dat de regering in ieder geval denkt aan personen die nu zwaar getroffen zijn door de crisis hier in dit gebied. Districtscommissaris Josta Lewis is ingenomen met de hulp die haar bestuursresort heeft ontvangen in deze moeilijke tijd. Haar bestuursresort Kabalebo is getroffen door veel COVID-19 gevallen en de hulp vanuit de overheid is meer dan welkom. Ongeveer 700 levensmiddelenpakketten en beschermingsmiddelen zijn verstrekt aan de bewoners van het gebied. In gesprek met de communicatiedienst Suriname, CDS, geeft de DC een beeld van de situatie in haar werkomgeving. We hebben hier 3 saturatiemeters. Die moet u afstaan aan de artsen daar. En hij heeft 5000 mondkapjes die allemaal in dozen zijn. En ongeveer 60 tot 80 liter alcohol om te desinfecteren. Dus dat is aan u te vragen. Bijdrage hebben geleverd zodat we die spullen tot in Nigeria kunnen krijgen en vanuit Nigeria richting Kabalebo. Ik dank aan iedereen voor hun bijdrage. Dank u wel. De mensen zijn op de hoogte dat ze zich moeten registreren. De bekendmaking wordt vaker geplaatst op de BIC-page, BIC Kabalebo. En ook zijn de kapiteins van alle 3 dorpen op de hoogte. Hun Basha's COVID-team Apura is ook op de hoogte. De coördinator van de registratie, bootlijsten, is ook op de hoogte. Dus die mensen zijn genoeg geïnformeerd. Maar mocht het zijn dat ze zich niet op tijd laten registreren, dan ligt het echt aan hun. Maar wij doen ons best als vertegenwoordigers van dat gebied en ook als burgermoeder zet ik me extra in om zoveel mogelijk informatie te verschaffen aan de gemeenschap van Kabalebo. Maar toch heb je mensen die niet echt willen meewerken en geen gehoor geven. Dus wij gaan gezamenlijk strengere maatregelen moeten treffen om de burgers te dwingen zich te houden aan regels en maatregelen die getroffen worden. Om de COVID-situatie zo onder controle te krijgen. DC Senrita Gobardan van Nikeri heeft namens Bureau Eenheid pakketten overhandigd aan haar collega Josta Lewis van het bestuursresort Kabalebo. Hiermee is wederom gedemonstreerd dat de overheid de burgers die in nood verkeren de nodige hulp biedt. De afgelopen dagen hebben regeringsfunctionarissen de situatie in het westen van ons land goed in kaart gebracht en hebben pakketten overhandigd aan de burgers. Dank u wel, collega. En mijn dank is groot aan de regering, de minister, de Bureau Eenheid en ieder die een bijdrage heeft geleverd. DC Nikeri, eenmaal u hier staat, kunnen we u gelijk deze vraag stellen. Hoe vindt de controle van passagiers plaats tussen New Nikeri en het resort Kabalebo? De controle geschiet. De COVID-brigade houdt zich daarmee bezig. Meestal krijgen we een lijst opgestuurd via mijn collega naar mij toe. En dan stuur ik het dus door naar de COVID-brigade. En dan is de COVID-brigade hier op tijd aanwezig om de mensen te checken. Ja, saturatie en dat soort dingen. En dat gebeurt wel. Dat gebeurt, maar er zijn ook al gewoon mensen die gewoon binnenlopen zonder dat ze geregistreerd zijn. En dan vind ik het vervelend, weet je. Dus daarom zeggen we ook van als mensen zich aan de regels houden, dan moet er andere maatregelen getroffen worden voor die mensen. Maar we willen natuurlijk wel dat de mensen terug gaan naar huis. Dat willen we natuurlijk ook. Je moet terug naar huis gaan. Dat is sowieso. Maar laten we het richtig doen. Maar het is niet zo dat er helemaal geen passagiers worden toegelaten?
Kijk, de mensen moeten... Ik heb toch verleden ook een team, 16 mensen, hè. Jezelf gemonitord. Dus ik was weer de ochtend hier om zelf de zaak te monitoren, zodat niks verkeerd zou lopen. Het is goed gegaan, omdat ik ter plekke aanwezig was en ik heb echt wel elke stap zelf gemonitord. Het is goed gelopen. Dus als ik als DC samen met mijn collega dingen kan doen, verwacht ik dat de mensen ook meewerken. En als het niet lukt, gaat het dan mislopen, moet ik het zo zeggen. Dus er is gewoon doorgang? Niet normale doorgang, nee. Geen normale doorgang. Restricties. Ik moet een lijst krijgen van mijn collega. Het wordt doorgestuurd naar COVID-brigade. Ze zijn hier op tijd aanwezig om alles te controleren en te begeleiden. Dat doen we. En natuurlijk, mijn collega zorgt ervoor dat er hier mensen binnenkomen die sowieso negatief zijn. En die niet in aanraking zijn geweest met positieve mensen. Nee, waarom wordt die vraag stellen? Omdat we vanuit de samenleving vernemen dat dat gebied Kabalebo nu is afgesloten. En er geen doorgang is vanwege de kritieke situatie daar in het gebied. Maar blijkt dat er toch wel mensen... Ja, goederen aanloop moet je hebben. Je kan dat niet stoppen. De mensen moeten naar hier komen om goederen te kopen, om bankzaken te regelen. Maar daarom heb ik gezegd, toch, ik coördineer dit stukje helemaal zelf. Zodat het niet misloopt. Zijn er nog andere bijzonderheden vanuit het district Nikeri te vermelden? Ik denk dat we al het hele weekend bezig zijn met ministers om alles in kaart te brengen. Dat is inderdaad gedaan. Je ziet het weer, het is weer grijs, het regent weer. Maar het is redelijk stabiel te noemen. Redelijk stabiel. En voorzichtig redelijk stabiel te noemen. En we doen ons best om het beter te doen natuurlijk. Maar natuurlijk het weer, next climate change, alles. Wat is er allemaal gedaan om de situatie hier stabiel te krijgen? Er is met man en macht gewerkt, met machines. Met manpower, we hebben alles wat we kunnen doen, echt waar. Duikers, kleppen, alles wat urgent gedaan moest worden, hebben gedaan. Coupures overal, dus alles is gedaan. Maar er is wel veel schade ook natuurlijk, de landbouw is veel te verduren. Maar ook gewoon de burgerij die 3 weken onder water liggen, is niet mooi, de ziektes. De boel. U heeft veel bezoeken gehad van de regering, ministers zijn gekomen. Ja. Zijn er concrete afspraken gekomen tot nu toe? Jullie weten dat een lekbetekeningsdam al gedicht is, dus dat water stroopt niet meer. Maar nu moet je gaan naar structurele aanpak, hè? Want je weet wat morgen nog gaat gebeuren, over een jaar gaat gebeuren. Dus er zijn heel goede afspraken gemaakt, de ministers hebben alles meegenomen. En ik hoop dat we dat binnenkort kunnen realiseren, samen met het clusterteam natuurlijk. Dank u wel. Het aantal personen dat zich laat vaccineren blijft toenemen. Dit is een belangrijke stap in het sneller teruggaan naar normalisatie. Hoe meer mensen zich laten inenten, hoe beter dat is in de strijd tegen het gevaarlijke COVID-19-virus. Daarom roepen wij u op om zo gauw mogelijk naar een prikpunt te gaan om alvast het eerste spuitje te nemen. Tot en met vandaag hebben 119.956 personen de eerste prik gehad. In totaal zijn 26.529 volledig gevaccineerd. De samenleving wordt bewuster van de voordelen van de vaccinatie. Ook is het van belang dat u zich houdt aan de bekende maatregelen, zoals handen ontsmetten, mond- en neusbedekking op en 1,5 meter afstand in acht te nemen. Ook is het van belang dat u liever thuis blijft om zo fysiek contact met anderen te vermijden. Samen zijn we sterker in de strijd tegen het coronavirus. En zo zijn we gekomen aan het einde van Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.